Goedemorgen. En wat heb je vanochtend gedaan? Kijk, de schuifploeg is alweer bezig. Het heb weer gesneeuwd. Ja, niet veel hoor. Centimetertje of zo. Nou, misschien twee. Meer niet, denk ik. Het gaat de komende dagen in ieder geval eventjes boven nul. 's Nachts en overdag. En dan gaat het weer vriezen. 'S Nachts, overdag graad of 6, 7. Ik heb één keer 9 graden zien staan. Maar ja, dat zeggen ze iedere keer. Eerst zien dan geloven. Maar het gaat in ieder geval niet meer hard vriezen. Dus we gaan het water ombouwen. En dan bedoel ik eigenlijk dit. Kijk, de regenpijp die druppelt nou hier. Nou, je kan zien dat het al dooit. Maar die gaan we weer op de IBC zetten. Op de tank, zeg maar, van 1000 liter. En als die volgens hebben we in ieder geval 1000 liter voorraad water. En bij het huis gaan we weer ook de tank neerzetten. Dus kunnen we daar ook weer regenwater opvangen. En dat gebruiken we eigenlijk alleen voor de moestuin. Of als we een keertje buiten even wat water moeten afspoelen. We gebruiken het niet om te drinken. Want we hebben niet zo'n waterfilter. Het staat nog wel een keertje op verlanglijstje. Zo'n Berkeley of zoiets. Want ja, die dingen zijn wel vrij prijzig. Dus daar moeten we even over denken. Maar we gaan het in ieder geval opvangen. We hebben in ieder geval water voor de tuin, voor de plantjes. En het is niet zo heel moeilijk klussie. Tenminste, ik heb er natuurlijk een heel mooi... Een traliewerk omheen gemaakt. Dus daar moet ik even een beetje overheen gaan hangen om dat voor elkaar te krijgen. We gaan even proberen. Ik weet het even niet meer. Zo gaat het te langzaam. Ja, ik denk dat het gaat sturen, maar wacht even. Ah. Zo dan. Yo. Nou, viel eigenlijk best mee. Ik moest even puzzelen hoe ik weer zat. Maar het water loopt nu gewoon vanaf de groot in de IBC. In de tank, zeg maar. Ik laat hem nog even openstaan beneden. Even tot het vriezen echt voorbij is. En dan zet ik hem dicht. Nou, verwacht ik niet dat het veel problemen kan geven met de vorst die we nog krijgen. En de sneeuw schuiven voorbij. Maar laat hem voor de zekerheid even openstaan. Kan ook nog een beetje doorspoelen. Een beetje vuil eruit. Dus, nou, top toch. Klusje 1 is gedaan. En we gaan nu de ton bij het huis aansluiten. Zo, staat op zijn plek. Tenminste nog niet op zijn plek. Dit regengaten, dat gaan we allemaal opvangen. En, hopelijk blijft hij lang leeg. Sneeuw is alweer bijna van het dak af, jongens, van vannacht. We hebben hier nog wel de zonnepaneeltjes hangen. Die moeten we even weghalen. Maar dat komt goed. Thank you.
vreemde krachten. Nou, ook op zijn plek. Kan ook mooi gebruiken voor de tuin. Dus, klusje geklaard. Nou, tijd om even het hout wat ik van de week gezaagd heb, om het even naar de schuur te gaan brengen. Nu kan het nog, de grond is nog net even hard genoeg om met de kat eroverheen te denderen, zonder dat je het gras gelijk omploegt. Dus dat gaan we even doen. Sneeuw ligt, ligt het hout. Dus even rooien maar weer. Ik probeer altijd een uurtje per dag in de houthandel. Zo noem ik het maar even. Dus ik heb vanmorgen een kruiwagentje daarheen gebracht. Eén kruiwagentje. Ja. Passie gevuld voor binnen. En nu gaan we dit doen. Dan opstapelen daar. En dan zit het uurtje er weer op. En zo komen we er ook. Iedere dag een uurtje. Het bakje is vol. Nou, moeten we weer een deurtje verder om leeg te maken. Dan nog een keertje kloven, dan nog wegstapelen, dan nog een keer naar binnen. Ze zeggen toch altijd, je hebt het drie keer warm. Nou, geloof me. Die drie keer. Ik denk wel 10 keer. Je moet zagen. Dan moet je het op een hoopje gooien. Dan moet je het een jaarlangetje gooien. Ja, dat kun je natuurlijk ook gelijk doen. Ja, daar is wel wat voor te zeggen. Dan moet je het kloven, dan weer opstapelen, dan van die stapel in de kruiwagen, naar binnen, daar stoken. Dan moet je die as weer weghalen. Maar ja, het is wel gezellig, een beetje houtvuur. En we hebben genoeg hier, dus ja toch. Yo, ik ben van de straat. Nou, dit is in ieder geval, dit hoopje is weg. Dan ligt daar, ligt nog een hoopje. En... dat is niet zoveel. Ik denk dat ik dat er nog even bij gooi. Met laden. Dat viel mee, hè. Voor morgen staan er trouwens wat grotere klussen op het programma. Morgen krijg ik hulp. Morgen gaan we wat flinke bomen weghalen. Die ja, of gevaarlijk staan. Of op sterven na dood zijn. Laat ik het maar zo zeggen. Maar ja. Dat is wel tof hier. Van hier wonen. En, ja, er wonen hier natuurlijk nog meer Nederlanders in de buurt. En ik heb van een aantal mensen ja, hulp aangeboden gekregen.
Nu doe ik, klinkt raar, nu doe ik die, de volgende keer die. Ja, het is gewoon tof dat je eigenlijk meerdere mensen hebt die willen komen helpen. En dat ben ik liever met z'n tweetjes, als met z'n drie of met z'n vieren, want dan moet je ook weer uit gaan kijken. En, dus ja, morgen hulp van Mark. Alvast bedankt voor morgen. Tenminste, als hij morgen komt, want dan had zijn pinky een beetje... Hij moet morgen eerst een röntgenfoto laten maken, geloof ik, van zijn pinky. Dus beterschap. En niet meer gaan sleeën. Ik ben er te oud voor geworden, joh. Ik ga het, de quad verplaatsen. En dan gaan we lekker stapelen. Waar liggen ze? De eerste worsten, de eerste korf. We hebben het even in het grillpannetje gedaan, want anders vallen ze door de tralies heen. Ik ben weer een specht lekker bezig hier. En een hond. Kijk, maar ze hebben wel naar zijn zin momenteel. Die zijn diepzeeduiken. Hé? Maar zo, leuk hè zo, waterparadijs. Maar zoveel water ligt er nu in de tuin. Dus het is best... Maar kom ook wel goed. Kijk, hij is aan het vissen. Ja, ik ben een stukje. Hoppa. Mazzel heeft prima naar zin zo. We hebben net visite gehad van... Ed en Masha. Ook op YouTube. En een vriendin van hun. Ik weet even niet meer hoe ze heet, maar... Nog bedankt voor je aankopen, in ieder geval. En Ed en Masha wonen hier ook vlakbij, hè? Ja. In Knowende. Nou, dat was even leuk. Leuk om kennis te maken. Nou gaan we even eten. Heerlijk zo. Het zonnetje is weer even weg, die was er net wel. Ja, even een paar wolken. Even een paar wolkjes. Maar we gaan... Leuk hè, die specht. Ik zie hem alleen niet. Nee. Ik hoop niet dat hij in het huis zit. Ik denk dat hij in die, in die grote dennenboom zit. Dat denk ik ook. Ja. Zo klinkt het wel. Of in een vogelhuisje weer, dat is vorig jaar. Van de week hoorde ik hem ook, zat ik gelijk naar die vogelhuisjes te kijken. Ik denk, hij zit dan niet weer vogelhuisjes te slopen. Nee. Maar hij zit hoog. Zolang hij daar zit, zit hij maar best. Ik ga even de worstjes omdraaien en dan gaan we zo lekker even eten. Ja. Zit je ook lekker aan tafel, maat? Ja, niet koud. Hij eet gewoon lekker mee. Het is zijn eigen plekje. Nou, de worst is al op. Ja, wordt wel lekker. Maar wordt wel lekker. Chickling. Oftewel kippenworstjes. Helemaal goed. We hebben even het kacheltje wat dichterbij gezet, want het is toch wel weer fris met zonnetje uit. Nee. Ik denk even een beetje slingeren. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vinden, even zo'n ritje. Ik ga er ook niks uitknippen, ik ga het gewoon lekker zo even laten zien. Ook rijden we al langs het meer. Maar dat gaan we nog wel een andere keer bekijken, want het heuveltje wil ik nou niet afgaan. Nou, dan zijn we er bijna doorheen. Het laatste stukje zal ik niet filmen, want dat is een beetje saai. Maar... Dit is in ieder geval de route tussendoor. Zo, goedemorgen allemaal. We zijn de camper weer in orde aan het maken. Nee, we gaan niet weg. We krijgen visite en die slapen twee nachtjes in de camper. En ik had hem natuurlijk voorst vrij weggezet, dus dan moet je hem eventjes weer... in bedrijf stellen. Nou, wat hebben we gedaan? De waterafsluiters dicht. Stoppen weer in de tanks. Nou, de vorstbeveiliging. Die werkt natuurlijk niet. Ja, die werkt wel. Maar omdat het nog te koud was in de camper. Ik heb even de kachel aangezet. Het is nu 3 graden. Dus met een beetje geluk is het bij die kachel. Daar zit ook de vorstbeveiliging en de boiler.
al wat warmer. Nou, dat bleek dus ook zo te zijn. Dus die hebben we nu ook ingezet. Dan eerst de boiler vullen. Tenminste, eerst de watertank een beetje. De boiler vullen. Dat doe je door middel van de warmkraan aan te zetten. Nou, dan komt er een zooi lucht uit. En op een gegeven moment is die vol. Nou, gelijk eventjes 10 minuutjes door laten spoelen. De andere kranen ook allemaal eventjes door laten spoelen. Want ja, eventjes goed schoonmaken. Nou, dan doen we hem straks nog eventjes in zijn geheel. Als de tank vol is, nog eventjes een keer goed doorspoelen. En dan moet het goed zijn. De verwarming zetten we lekker laag. Hey, het is Zweden. Een beetje afharden moeten ze. Dus geen probleem. Nou, helemaal prima. De tank loopt vol. De verwarming staat aan. En we zijn klaar voor de visite. Hartstikke leuk. Het wordt tijd om weer eens even wat te gaan klussen. Samen met mijn maat. Hij heeft zijn handschoenen al aan. Nou, kijk, ik heb hem gerepareerd. Zie je? Hij had nog geen benen. Er kan nog ergens een stel benen liggen. Dus ik heb even... Oh. Ik heb even zijn heupje gerepareerd. Kijk, ik heb alleen nog geen handjes. Dus ik zal het meeste toch zelf moeten doen, denk ik. Maar ja, we gaan even wat in elkaar flansen. Ik neem jullie eerst even mee naar buiten. Want de meeste van jullie kennen hem wel. En hier, de eland. Daar hebben we s'avonds de verlichting achter branden. En nou gaan we nog zoiets maken. Alleen een kleinere uitvoering. Nou, dan geven we nog een tik voor mijn schouderruk. We gaan even een Jack Russeltje bouwen. Kijk. Even een mosseltje. En dan gaan we er ook verlichting achter maken. Dus we gaan weer even zagen. Daar ligt hij. Ik ben al met de spuitbus begonnen. Maar ik denk, ik zal hem jullie nog even laten zien. Ik ga hem even zwart maken. Dan zien we zo wel weer verder. Nou, daar ligt onze mazzel. Onze mazzel is wel zwart geworden. Gaan we nog even drogen. En het droogt natuurlijk niet hard met deze temperatuur. Hè? Het is een graadje of 8, 9. Dus geduld. Dat is niet mijn sterkste kant. Maar je ziet hem al lekker opdrogen. Dus ik denk nog 5 minuutjes. Dan gaan we de andere kant doen. Dan gaan we er een blokje achter maken. En dan kijken of we er een leuke verlichting achter kunnen zetten. Het is natuurlijk niet zo groot. Dus ik zit even te denken hoe we dat moeten doen. Hoe dat het makkelijkst. Want zo'n lang snoer van 30 lampjes. Dat gaat natuurlijk niet worden. Die ik achter die elanden gebruik. Die zijn eigenlijk te groot. Ja, dat zien we straks wel. Ik vind hem in ieder geval goed gelukt zo. Nou, de familie, hartstikke idee, gaat er weer vandoor. Erg gezellig. En die gaan weer terug naar het zuiden. Oh, uit het water van het dak af. Nou ja, we hadden weer een beetje sneeuw. Hoi. Niet zo, nee. Oh ja, toch wel. Oh. Ah, een klein beetje. Oh, ja, ja. Hallo. Hallo. Nee, niet hallo. Oh. Dag. Dag. Iwan en Marjan. Super tof dat jullie er waren. Ja, dat was heel gezellig. Heel gezellig. Leuke dingetjes ook weer gekregen. Een leuke, ja, gewoon gezellig. Ja, toch? Theedoek en kaasgaaf en ja, wat andere cadeautjes. Ja, allemaal leuke cadeautjes en zo. Helemaal top. Helemaal top. Nou, heel veel succes met jullie zoektocht naar een huis in Zweden. En we gaan elkaar wel weer een keertje zien binnenkort. Hartstikke idee. Hartstikke idee. Oh ja, hartstikke idee op YouTube. Heeft heel veel volgers erbij gekregen. Dus ook namens mij bedankt daarvoor. Vind ik heel erg leuk voor ze. Ja. We gaan weer verder met de vlog. Dan zijn we weer, jongens. Goedemorgen. We gaan lekker zagen vandaag. Ik krijg hulp, dus dat is hartstikke goed. En kijk, we hebben weer een nieuwe Henkie. Henkie, een Henkie, een hele mooie Henkie. Kijk, een hele flinke jongen. Mooi, hè? Hij is eventueel te koop als jullie hem willen kopen. Maar dit is geen goedkoper, jongens, want het is echt een hele grote. Dus gaaf is die, hè? Kijk. Echt 1 meter 5 breed, geloof ik. Nou, en, kijk eens, zien jullie het? Ja,
Ik denk dat er weer een centimeter of 10 sneeuw is gevallen vannacht. Maar goed, je mag pret niet drukken. Jullie hopen altijd op een witte kerst. Die hebben wij hier wel. Nou ja, tenminste afgelopen jaar natuurlijk niet. Maar dit, omdat ik hier niet was. Maar dit jaar hebben wij een witte Pasen. Ik weet dat de buurvrouw het ook heel erg leuk vindt. Sorry, Iris. Nee, die zijn er wel een beetje klaar mee. Het is natuurlijk nu al een half jaar sneeuw hier. Dus het is wel even genoeg geweest. Voor ons, ja, ik vind het nog wel leuk hoor. Nou ja, we willen graag aan de gang, weet je wel, het gras schoonmaken. Want dat ligt natuurlijk vol bij bladeren nog en zo. Maar ja, we moeten weer even wachten. Als het goed is, gaat het nu weer door. Als het goed is, zeg ik er maar even bij. We gaan de spullen pakken. En dan gaan we lekker even zagen. Kijk, en zo ziet het er dan weer uit. Lekker hoor. Maar we gaan weer wat bomen weghalen die... Ja, gewoon aan kappen toe zijn, kan niet anders zeggen. Die scheef staan, die dood zijn, bijna dood zijn. Dus gaan we even opruimen. Kijk eens. Gisteren was bijna alles weg. Maar, komt goed. Ik geef weer mooie beelden. Dan wordt even mijn spulletjes pakken. De hulptroep, komt over een uurtje ongeveer, dus... Ik denk dat centimeter 5. Ik dacht dat het meer zou zijn. Maar... Ja. We gaan eens even de heerlijke rust verstoren hier. In een mooi, rustig winterwonderwereld wordt de rust spoedig verstoord. Een stukje filmen vanaf binnen, dus het kan misschien wat onscherper zijn, maar ik ga nu even niet naar buiten. De laatste grote boom. En dan hebben we wat meer zon en wat meer ruimte. Heerlijk hoor. Vanmorgen weer twee broden gebakken. Nog even met de hand. Nou, zijn ze toch goed gelukt. Ik vind ze er mooi uitzien, dus we gaan straks even proeven. En die andere gaan we invriezen. Maar nu gaan we even wat anders filmen. Zo, het grove werk is gedaan. Gaan we even stukjes maken. Een tijdje geleden had ik het natuurlijk over een broodbakmachine. En of ik twijfelde of ik die zou kopen, ja of nee. En ja, vond het toch wel een beetje prijzig. En toen heb ik een aanbod gekregen uit Nederland van Ron Stuurman uit Apeldoorn. En die zei, ik heb er nog een paar keer maar gebruikt en die heb ik van hem gekregen. Dus meneer Stuurman, Ron en zijn vrouw natuurlijk ook, hartstikke bedankt. Pakket is net binnen, dus we gaan hem straks even uitpakken en dan laten we hem even zien.
Kijk, hier is het pakket. Maar gaan we zo even op tafel zetten en even uitpakken. De doos is inmiddels open. En er zat een heel lief briefje bij. Veel plezier ermee. Die ligt achter me. En hier is die. En er zit ook nog iets van een bakvorm en zo bij. Dat had hij ook tegen me gezegd. Dus nou, helemaal top. Soms weet je niet hoe lief mensen zijn. Dus Ron, nogmaals bedankt. En ik ga hem even uit de doos halen. Hij is uitgepakt. Hier staat hij. De Panasonic. Zelfs een gebruiksaanwijzing erbij. Dat is helemaal top. En anders konden we die wel van internet afhalen. Nog een eiersnijer. Een bakvormpje. En wat kaasmesjes. Dus ik ben er nog stil van. Helemaal blij mee. Dus we gaan morgen eens even een brood bakken in deze machine. Maar eerst eens even lezen. Het is trouwens vandaag 26 maart. En vannacht is er weer een centimeter of 5, 6 sneeuw bijgevallen. Hier hebben we nog niks aan gedaan. Kan je het goed zien? Even draaien. Kijk, daar zijn we al een beetje bezig geweest met schuiven en dooit nu weer hoor. Dus, je hoort op de achtergrond dat ze nog steeds aan het zagen zijn. Daar zie je al het zaagsel liggen. Daar zijn 5 bomen volgens mij weggehaald. Dus, weer een beetje meer zonlicht. En links zijn ze nu bezig met een boom die stond scheef en was dood. Dus die moest ook weg. Daar gaan we nu even naartoe. Daar ligt hij. Hey. Dit was hem weer voor deze keer. De vlog zit er weer op. Aanstaande zondag geen vlog, dit keer echt geen vlog, maar dan zijn we live, s'avonds om 7 uur. En mis je die, kan je hem ook altijd nog terugkijken, hè, jongens. Maar wil je erbij zijn, zondagavond 7 uur, aanstaande zondag dus. Hè. Mis hem niet, als je vragen wil stellen, stel ze onder deze video nog. Het is je laatste kans. En ik durf niet te zeggen of we ze allemaal gaan beantwoorden, maar we gaan wel ons best doen daarvoor. Nou, vond je deze leuk? Ja, het was weer een keer van alles en nog wat. Geef dan die dikke duim. En als je nog niet geabonneerd bent en je wilt ons blijven volgen, druk dan even op die abonneerknop. En het belletje, dat kan je ook nog doen. Dan krijg je een melding als er een nieuwe video is. Maar ja, dat moet je allemaal maar kijken. Wij vinden het in ieder geval heel erg tof dat je weer gekeken hebt. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende mazzel. Bedankt voor het kijken. Daar ligt hij, hè. Ja, een beetje rustweek, die mazzeltje. Die is nog een beetje aan het bijtanken. Bedankt voor het kijken. De mazzel. Welkom bij dit nieuwe item. Is het kunst of is het kitsch?